goed te betalen en een heel goed alternatief als je voor natuurlijke deodorant wil gaan. Zijn dit vier geweldige producten met een hele waanzinnig goede prijs. En die wil ik graag met jullie delen. Deze poeder van Olsen Gulsen is te gek. Het is een hele fijne poeder. Het is een heel fijn systeem, want er zit een soort netje in waar de poeder op ligt. Kun je je kwast in dopen en dan kun je nog een beetje aftikken hier. Deze deodorant is een natuurlijke deodorant. Op een zoutbasis. Het is een roller. Deze althans. Dat vind ik prettig, maar er is ook een spray van. Goed te betalen en een heel goed alternatief als je voor natuurlijke deodorant wil gaan. Want hij blijft echt de hele dag goed werken. Dit is een heel prettig merk. The Ordinary. Ze hebben een ontzettend breed assortiment aan producten. Maar laat je goed voorlichten, want er zijn heel veel verschillende producten die niet geschikt zijn voor jouw huid. Dat is altijd wel heel belangrijk om erbij te vertellen. Dat je niet zelf, dus kijk op de site, vraag advies, want je kunt ook echt het verkeerde erop smeren en dat is niet zo prettig. Maar deze is in ieder geval heel erg fijn. Deze houdt je vocht vast onder je crème, gebruik ik. En ook heel fijne betaalbare assortiment. En dit is mijn all-time favorite, Bioderma. Het is een schoonmaak, tonic, lotion, maar ook gewoon een tonic die ik gebruik om op te frissen. Zonder, het is parabenenvrij en heel erg zacht voor zowel je ogen als voor je huid. En ook heel goed te betalen. Dus vier budget toppers bij mij in mijn beautykastje.